Hoe een CAO tot stand komt weten we inmiddels. En het belang van vakbonden is op landelijk niveau ook bekend. Maar medezeggenschap is ook dichter bij huis te vinden. Via de ondernemingsraad bijvoorbeeld. Hoe werken ondernemingsraden en hoe werken zij op lokaal niveau? Wat doet een ondernemingsraad en voor wie? Een ondernemingsraad die agendeert, die reageert en die construeert. En met agenderen bedoel ik dat we zelf onderwerpen naar voren kunnen dragen. Van dingen die we tegenkomen, dingen waar we ons vragen bij stellen. Dingen die wij belangrijk vinden. En daarnaast reageren we op stukken, dat is best wel een groot deel van het werk. We krijgen elk jaar een aantal stukken langs, vaste stukken zoals jaarverslagen. Maar ook wel adviesvragen of verzoeken om ergens mee in te stemmen. Wat we verder doen is samen met de directie construeren, dus samenwerken aan bijvoorbeeld begrijpelijke regelingen. In Overijssel zitten 13 mensen in de ondernemingsraad vanuit de hele organisatie, dus bijna elke eenheid is vertegenwoordigd. En dat zijn ook mensen die uit hele verschillende functies komen, dus hun eigen inbreng hebben. In principe kan iedereen in de ondernemingsraad zitten. Maakt niet uit wat voor opleidingsniveau of in welke hoek van de organisatie je werkt. Het is wel belangrijk dat de mensen uit zoveel mogelijk verschillende plekken in de organisatie vertegenwoordigd zijn in de ondernemingsraad. Zodat je zoveel mogelijk verschillende gezichtspunten inbrengt. En ook een beetje het gevoel hebt dat verschillende plekken in de organisatie ook goed vertegenwoordigd zijn in de ondernemingsraad. Dat maakt denk ik de ondernemingsraad niet altijd de makkelijkste plek om samen te werken. Maar ik denk wel een hele leuke en een hele waardevolle. Hoe verhoudt een OR zich tot de werkgever? De ondernemingsraad hier in Overijssel is echt een sparringpartner van de directie. We worden altijd op tijd meegenomen als er ontwikkelingen zijn. Dat kan zijn via mail of via een rapport of in een been op tafel sessie zoals dat dan heet. En dat is ook bedoeld zodat wij als OR ook een actieve rol kunnen pakken en goed mee kunnen denken en mee kunnen doen samen met wat de directie van plan is. Uiteindelijk dien je hetzelfde belang en soms kijk je er anders tegenaan en kijk je net vanuit een andere invalshoek. En ik denk dat daar de meerwaarde zit, dat je met elkaar meedenkt, elkaar spiegelt, kritisch bent naar elkaar. Maar dat je uiteindelijk het er wel over eens wordt hoe deze organisatie zich ontwikkelt en hoe je mensen uit de verf laat komen. De basis voor mij is dan toch echt vooral een partnerschap waarin je probeert elkaars meerwaarde te zien en te benutten. Waar uiteindelijk iedereen in deze organisatie beter van wordt. Wat gebeurt er in overleg tussen werkgever en vakbonden op lokaal niveau? Nou, lokaal overleg, wat daar eigenlijk gebeurt, is datgene wat ook over salaris van medewerkers gaat, maar wat nog niet op landelijk niveau tussen werkgeversvertegenwoordiging en werknemersvertegenwoordiging is afgesproken. Dus op een gegeven moment wordt er een CAO wordt er opgesteld. Daarin zijn een heleboel dingen geregeld. Maar er zijn ook dingen waar je nog wat ruimte hebt op lokaal niveau als provincie om zelf ook dingen voor je medewerkers te regelen. Zo hebben we recent bij de provincie Groningen overleg gehad over elektrische leasefietsen. Dat is niet iets wat vastgelegd is in de CAO, maar het is wel iets wat eigenlijk ten bate komt van de medewerkers. Nou, zo, dat soort regelingen moet je eigenlijk aan denken. Hoe kun je met medezeggenschap invloed uitoefenen op het beleid van je werkgever? Nou, als je in een OR-zitting neemt, ja, dan kun je eigenlijk vanaf het niveau van plannenvorming kun je eigenlijk al meedoen. Er is één keer in de zoveel tijd is er een artikel 24 overleg. En dat betekent dat op grond van artikel 24 van de wet op de ondernemingsraden er eigenlijk met de werkgever wordt gekeken van wat staat er op de planning, wat willen we gaan doen, wat is de bedoeling. En daar kun je mee praten. Het is volgens mij, zijn er al mogelijkheden om invloed uit te oefenen op een organisatie. En een van de manieren is om zeg maar in een OR te gaan zitten, omdat je de kans krijgt om eigenlijk over de volle breedte van de ontwikkeling van de organisatie mee te denken, kennis op te doen, te zien wat daar gebeurt, maar er ook kritisch in mee te denken. En daarnaast worden voorstellen voorgelegd aan de OR en kun je dan ook op grond van adviesrecht en instemmingsrecht kun je daar iets betekenen in hoe de organisatie eigenlijk functioneert en hoe je als medewerker daar je plekje in hebt en hoe je je werk moet doen. Dus ik denk dat het voor jezelf als persoon heel erg verrijkend is. Ik hoor ook vaak dat mensen er veel van opgestoken hebben van een periode van 4 jaar OR-werk. En tegelijkertijd, als je in staat bent om dat op een positief kritische manier te doen, voegt het ook echt iets toe aan een organisatie. Wat is het belang van goede medezeggenschap voor de werkgever? Ik denk dat het vooral zit in risicobeperking. Aan de ene kant omdat je gewoon met meer mensen over dingen praat en ook mensen die anders in de organisatie staan, komen er gewoon meer dingen op tafel, al in een vroeger stadium van waar je plannen maakt. Aan de andere kant is het ook zo
De OR vertegenwoordigt de medewerker. De OR kan ook naar de medewerkers toe gaan om te vragen, wat denken jullie hiervan? Wil je hier eens in meepraten? En gewoon alvast het oor te luisteren leggen. En omdat een OR, dat zijn de medewerkers, die staan tussen de medewerkers. Dus die krijgen misschien ook wel andere dingen te horen dan als de werkgever zelf op pad zou gaan. Ik merk dat het mij verrijkt in ook hoe we naar de organisatie kijken en wat dat betekent voor de actie die we uitzetten. Of waar we misschien een keer een stap extra moeten zetten of waar we er een keer net anders tegenaan moeten kijken. Het belang van goede medezeggenschap voor de werkgever is wat mij betreft dat het een heel mooi middel is om signalen vanuit de organisatie op te halen. En als ondernemingsraad kunnen we ook echt een goede spiegel voorhouden aan de directie over hoe wij vinden dat iets uit zou pakken of hoe wij vinden dat iets gaat. Ik denk dat de werkgever echt van ons uit hele nuttige signalen krijgt om met zijn plannen verder aan de slag te gaan.